Mijn naam is Edwin de Jong, ik ben bewonersondersteuner bij Wijkstandpunt Wonen Zuid. De huurster die benaderde ons omdat haar woning heeft twee verblijfsruimtes waarvan zij één in de winter niet kon gebruiken of niet gebruikte omdat het te koud was om te verblijven. We hebben in overleg toen met de huurster een verzoek gestuurd aan de Alliantie, de verhuurder, om de zolder of deze verblijfsruimte te isoleren. De Alliantie ging er in eerste instantie niet op in. En toen hebben we de zaak even uit handen gegeven aan de jurist. Die heeft gewezen op het artikel 243. En daarin staat dat als de huurder een redelijk voorstel doet, dat de verhuurder daar in ieder geval serieus op in moet gaan en dat moet onderzoeken. Toen kwam er al snel een reactie dat ze toch wilden gaan in onderzoek wilden nemen. Dat hebben ze ook vrij snel gedaan daarna. De afgelopen winter heeft de huurster voor het eerst sinds ze hier woont gebruik kunnen maken van deze verblijfsruimte.